Hi, ik ben Jesse. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Mijn stem is nog steeds niet helemaal optimaal. Maar ik kan wel weer, zeg maar, filmen. Dus daarom dacht ik, ik film snel eventjes deze video. En deze video, zoals jullie in de titel hebben kunnen lezen, weer een transgender update. En ik heb al best een tijdje geen transgender update gemaakt. Omdat er niet echt iets dramatisch was om up te daten, weet je wel. Het is een proces, het is een extreem lang proces. En ik kan wel elke maand gaan zitten en leuke video vertellen en leuk vertellen over wat er op dat moment aan de hand is. Alleen, ik denk niet dat het heel erg boeiend is, omdat er niet een drastisch iets is veranderd, weet je wel. Want als jullie dit zien, is het 9 juli en 8 juli gisteren zat ik 8 maanden aan de hormonen. 8 maanden alweer. Het is echt, ik kan me nog zo goed herinneren dat ik die video maakte van, oh my god, eindelijk hormonen. En nu is het gewoon alweer 8 maanden verder. We zijn alweer 8 maanden verder in mijn kanaal. Jullie zijn alweer 8 maanden langer bij mij, weet je wel. Het is echt wel bizar dat het al zo lang is. Echt gewoon al 8 maanden. En er is ook echt al drastisch wat dingen veranderd. En ik wil gewoon even vertellen van wat nu. Ik heb natuurlijk gesprek gehad bij het VU. Ik heb op een half jaar, 2 maanden geleden, heb ik weer een gesprek gehad bij het VU. Toen ik mijn afspraak bij het VU had, 2 maanden geleden. Het is alweer 2 maanden geleden. Het is ook echt bizar. Zo snel gaat het allemaal. Oh. We waren ze aan het vertellen en toen had ik verteld van, nou, ik zit vanaf dan aan hormonen. Dat was toen een half jaartje. En toen was het iets van, nou, wat goed. En toen heb je, weet je, dan heb je gewoon, elke 3 maanden heb je gewoon een soort van check-in. Ik heb mijn eerste 3 maanden gemist, omdat ik toen zelf heel stom de afspraak was vergeten. Dus toen hebben we een nieuwe afspraak moeten maken, omdat het natuurlijk zo vol is en die mensen zo druk daar zijn. Moest dat 3 maanden later, dus ik heb, zeg maar, geen 3 maanden check-in gehad, maar alleen een half jaar check-in gehad. En toen zeiden ze eigenlijk van, nou, het gaat allemaal goed en je lichaam reageert allemaal goed op en al dat soort dingen. Dus dat was eigenlijk gewoon helemaal totdat mijn lichaam gewoon allemaal er goed op reageert en zo. En uiteraard dat mijn borsten gewoon heel erg gegroeid zijn en mijn lichaam extreem aan het veranderen is. 2 jaar geleden had ik een kort broekje gekocht en daar krijg ik nu gewoon letterlijk mijn billen niet meer overheen. En ik ben best wel wat aangekomen ook. En gewoon vooral ook wat voller geworden in mijn benen en in mijn heupen en alles. Nou, mijn borsten zijn natuurlijk een stuk gegroeid. Mijn gezicht verandert nog steeds. Ik zie nog steeds echt verandering in mijn gezicht. Dat hij gewoon ronder wordt, zachter wordt. Mijn huid is nog steeds echt top. Ik heb gewoon, denk ik, nu een normale huid. Ik heb af en toe hier en daar een puistje, maar het is gewoon echt top. En ik denk dat heel veel mensen zich ook afvragen. Dit is, zeg maar, wel met een extremely push-up BH, maar at the moment heb ik met een maximizer 75B. Ik heb in H&M BH's heb ik wel een andere maat. In H&M BH's heb ik 80B. En in Hunkemöller BH's heb ik dan 75B. En dat is omdat, zeg maar, A is te kort. A is, zeg maar, als je dan 80 aat of zo, die cups beginnen letterlijk hier. En dan, dat past niet, weet je. Omdat ik best wel breed hier ben, die cups passen dan maar tot hier. En dat kan niet. Dus ik moet zeker een 80 hebben om, zeg maar, de cups mooi te laten aansluiten aan waar mijn borsten beginnen en alles. Maar een B van zichzelf vul ik, zeg maar, net niet. Wel bijna, ondertussen echt al wel bijna. Maar die vul ik nog steeds net niet. Dus ik moet wel een maximizer of een push-up BH doen. En ik ben heel erg tevreden met hoe ze er nu uitzien. Ik vind het heel erg bizar dat na 8 maanden ik gewoon in principe een cup B heb. En ze ook gewoon mooi uitziet. Als ik geen BH aan heb, vind ik het iets minder mooi uitzien. Omdat ze zijn nog niet, zeg maar, heel erg extreem rond en mooi, zeg maar, rond of zo. Maar ze zijn nog een beetje puntig, als ik dat kan zeggen. Omdat, zeg maar, alsof ik echt van die net groeiende tienertjes heb. En dat is het in principe ook, want ze zijn net gaan groeien. Dus, zeg maar, echt de ronde vorm en alles moet het nog aan gaan nemen. Maar het gaat echt al de goede kant op. En ik merk echt dat ze nog best wel veel groeien. Dus het is wel echt super cool dat ik gewoon nu borst heb. Omdat het natuurlijk super vrouwelijk is. En ik daar wel echt naar uitkeek. En dat het dan nu gewoon helemaal gelukt is. En ik merk het ook echt, als ik dan foto's post en zo, mensen zien het ook echt. En het valt ook echt op van, wow, je borsten zijn echt wel best wel flink gegroeid. En voor de rest, ik had altijd extreem slanke benen. En dat was altijd een beetje, toen ik nog, zeg maar, een jongen was, was het altijd een beetje een soort van, waar ik heel erg trots op was, omdat ik extreem slanke benen had. En alle mensen hadden heel erg jaloers mijn benen. En dan zat ik van, oh my god, je hebt ook een hele benen. En ik was altijd zo, ja, mooi. En ik snap natuurlijk dat rondere benen en mooie, wat vollere benen, niet vol, maar je snapt wat ik bedoel, gewoon wat ronder en alles, wat vrouwelijker is. Dus ik had wel zoiets van, oh nee, mijn mooie dunne benen gaan er aan. Maar ze zijn nu wel echt een stuk mooier vrouwelijk geworden. Er zit echt een beetje een vorm ook in de bovenbenen en zo. En het is wel echt super cool. En ik heb broekmaat 38. En dat vind ik prima, weet je. Ik ben niet dik, ik ben niet overweight of zo. En het ziet er gewoon prima en goed uit. En ik ben er heel erg tevreden mee. Ik merk nu wel echt dat ik moet opletten met wat ik eet. Eerder kon ik echt vreten wat ik wou. Dan kon ik een pak mergpijp en een zak chips, 20 blikjes energy en alles. En ik kwam gewoon niet aan. En nu als ik ietsje te veel eet, girl, ik moet echt uitkijken met wat ik allemaal eet. Omdat het echt gewoon de kilo's eraan vliegen. En
dat is wel vervelend. Want ik hou van eten. Natuurlijk omdat je hormonen slikt en je lichaam een soort van overuren moet maken. Wil je een soort van ook gewoon veel eten omdat je lichaam veel energie nodig heeft. Omdat het echt gewoon overuren maakt om je lichaam zo snel te veranderen. Maar tegelijkertijd als je te veel eet, dan komt het ook gewoon aan. En dan komt je vetje aan en je zijbandjes komen er dan aan. Dus ik moet er echt nu wel een beetje mee uitkijken met wat ik precies allemaal eet en alles. Dus dat is wel super grappig. En wat je mijn haar is ondertussen mijn langste pluk van mijn eigen haar. Ik heb er een foto van. Hier, dit is puur mijn eigen haar zonder extensie erin. Omdat ik de extensie toen ging laten hoger zetten. Omdat je haar natuurlijk uitgroeit. Dus je extensie moet je hoger laten zetten. En mijn haar was letterlijk al tot hier. Dat ik echt gewoon, wow, is dit mijn eigen haar? Het was echt, ik voelde me echt net bijna kaal. Omdat ik geen extensie had, had ik echt zoiets van, oh my god, ik heb zo weinig haar. Oh my god, nee. Maar mijn haar is ook echt wel ziek erg gegroeid. Dat komt natuurlijk niet door hormonen en alles. Wel gewoon omdat ik het gewoon heb laten groeien. En dat is ook wel super fijn. Dat het echt gewoon ook van zichzelf al best wel lang is. En ook heel veel mensen, ik krijg echt onder elke video. En dat mensen het vragen van, verandert je stem ook door de hormonen en zo? En nee, mijn stem verandert niet door de hormonen. En ik snap dat ik voor heel veel mensen nog best wel een zware stem heb. En aan de ene kant boeit het mij niet echt. Ik vind mijn stem wel bij mij passen. Ik irriteer mezelf. Als ik mijn video's edit of mijn video's kijk, irriteer ik mezelf niet aan mijn stem. Het is niet dat ik het extreem erg vind. Ik ga wel met een logopedist zitten. Ik heb maar in september mijn eerste afspraak met een logopedist. En dan gaan we met de logopedist kijken. Met door stemoefening al dat soort dingen te doen. Kijken hoe hoog we mijn, zeg maar, hoe vrouwelijk we mijn stem van nature kunnen krijgen. Daar was een extreem lange rij, een wachtrij voor. Ik ben op de wachtrij gekomen toen ik aan de hormonen begon. 8 maanden geleden. En pas in september heb ik mijn eerste afspraak. Dus het was echt een gigantische wachtrij voor de logopedist. Dan ga je dus stemoefeningen doen met de logopedist. En je gaat gewoon allemaal dingen doen om je eigen stemcapaciteit zo vrouwelijk mogelijk te krijgen. En dan ga je gewoon kijken, weet je, dan heb je een optie om een stemverhogende operatie te doen. Ik denk persoonlijk niet dat ik daarvoor ga kiezen. Ik denk niet dat het heel erg nodig is. Maar stel, na een jaar lang logopedist kan jouw stem niet een vrouwelijke noot, zeg maar, halen. Dan kom je in aanmerking voor een stemverhogende operatie. Ik heb heel lang over nagedacht, omdat ik zoiets had van, ik wil een vrouwelijke stem. Als ik aan de telefoon zit, wil ik gewoon dat ze me no matter what met mijn vrouw aanspreken. Maar ik heb zoiets van, ja, weet je, het boeit mij niet. Er zitten heel veel risico's aan die stemverhogende operatie. En ik stoor mezelf niet heel erg aan mijn stem. Ik heb mijn stem al door mezelf heel erg verhoogd. Ik heb hem al heel erg onder druk gezet om iets hoger te krijgen. Want als je echt video's van 2 jaar geleden kijkt, in vergelijking met nu, is mijn stem al zo erg veranderd. En het is gewoon puur omdat ik hem zelf heel erg forceer iedere keer om hoger te praten. En ik heb ook heel veel video's dat ik even denk van, oh, dan laat ik mijn stem vallen. Dan is het gewoon weer een normale stem. Maar als ik er dan weer op ga letten, dan kan ik hem weer iets hoger zetten. En dan klinkt het wel een stukje vrouwelijker. Maar met de logopedist hoop ik dus echt een veel vrouwelijkere stem te gaan behalen. Dus ik ga er wel iets aan doen. Het stoort mij niet heel erg, maar toch heb ik wel zoiets van, weet je, je kan altijd kijken wat mogelijk is. Je kan altijd kijken wat mijn stem kan halen bij zichzelf. Dus voor heel veel mensen die vragen aan mij hadden, here you go. Ik ga vanaf september bij de logopedist stemoefeningen doen om mijn stem vrouwelijker te maken. En voor de rest kreeg ik bij het gesprek bij het VU eigenlijk best wel goed nieuws te horen. Want ik liep eigenlijk een maand achter. Ik dacht dat ik in december was begonnen. En toen bleek dat ik 8 november was begonnen. Ik had het helemaal fout berekend. Dus ik zat al een maand langer aan hormonen dan ik dacht. En toen zeiden ze tegen mij van, nou, oké, met 11 maanden hormonen. Omdat je, zeg maar, je hormoonjaar, dat noemen ze dan je real life jaar. Dat is een jaar lang hormonen. En na dat jaar lang hormonen mag je, zeg maar, de operatie doen. Je moet altijd uiteraard je hele leven hormonen blijven slikken. Maar je real life jaar, dat is gewoon een jaar, zeg maar, dat je elke 3 maanden terugkomt, gesprekken. En je hele lichaam verandert. En je gewoon heel erg vrouwelijk wordt. En zus en zo. En na dat real life jaar mag je, zeg maar, geopereerd worden. Dat is gewoon, dan heb je een go om geopereerd te worden. Dan heb je, als het goed is, alles gelezerd, et cetera, et cetera. En toen zei ze tegen mij van, nou, met 11 maanden hormonen word je besproken in een groep. Dus dan, zeg maar, alle psychologen en alles gaan dan gewoon in een kringetje zitten en dan word je besproken. Dan gaan ze het hebben over jou, of jij, zeg maar, er klaar voor bent, of jij goed genoeg bent, of de gesprekken met jou goed genoeg zijn, of je lichaam het aan kan, en of je in principe klaar bent voor de operatie. En toen ik dat hoorde, dacht ik echt, oh my god, na 11 maanden al, weet je wel, van, dan gaat het opeens best wel snel. Dan is het opeens over 3 maanden al dat ik besproken word, weet je, dat is wel echt intens snel. Dus dan heb ik wel zoiets van, oh my god, wat cool, weet je wel. En dan word je dus besproken in de groep, en als je dan go krijgt van, oké, Jesse, weet je wel, heeft een go, top, mag geopereerd worden, dan kom je op een klein wachtrijtje van ongeveer 3 weken om een intakegesprek te hebben met de plastisch chirurg die de operatie daar beneden voor jou gaat uitvoeren. En dan ga je gewoon met de dokter, ga je gewoon zitten, je gaat een behandelsplan maken, je gaat zeggen, deze operatie heb jij nodig, met wat je hebt bijvoorbeeld. Want als je heel jong begint, dan moeten ze een stukje van je darm gebruiken, omdat je
even heel erg in detail, geen volgroeide penis hebt gehad. Omdat het natuurlijk door hormoonblokkers en al dat soort dingen heeft het allemaal tegengehouden om het volledig te laten groeien. Dus dan moeten ze een stukje darm gebruiken om de schacht binnenin lang genoeg te kunnen maken. Het is echt heel erg in-depth, maar ik deel alles, dus I don't care. En als je wel een volgroeide penis hebt, als je zeg maar later bent begonnen zoals dat ik ben, dan hoeft dat niet. En dan heb je gewoon in principe de vaginaplastiek, volgens mij heet dat, operatie. En ik zal hier beneden ook eventjes een filmpje neerzetten. Het is een soort van geanimeerde versie van de operatie. En dan kan je heel mooi zien hoe ze precies de operatie doen. Het is niet dat je bloed of whatever ziet. Het is gewoon echt een soort van op de computer geanimeerd hoe de operatie gaat. En ik heb hem echt 5 keer gekeken of zo. Ik had altijd van, oh my god, gaat dit zo, weet je wel, wat heftig. Maar dan zal ik hier beneden eventjes neerzetten zodat jullie kunnen kijken. Zodat jullie weten hoe de operatie gaat en wat er precies gaat gebeuren. En dan heb je dus na 3 weken dit gesprek. En dan ga je een heel behandelplan maken en bla bla bla. En nadat je dat gesprek gehad, dan kom je op de wachtrij voor de operatie zelf. En wat ik een beetje heb begrepen is die wachtrij 3 maanden. Dus met een beetje geluk word ik over 7 maanden geopereerd. En ben ik over 7 maanden 100.000% vrouw. Overal. Zeg maar, vanaf hier tot boven en in mijn hoofd en alles ben ik natuurlijk al 100%, 1000% vrouw. Alleen het ene kleine 5% van mijn lichaam wat het nog niet is, wordt dan ook eindelijk vrouw. En toen ik dat hoorde, dacht ik echt van, oh my god, het komt zo dichtbij opeens. En het is zo bizar. En het is echt, het was echt dat ik echt dacht van, oh my god, dat ik echt opeens super zenuwachtig werd. Van, oh my god, van, dat is wel heel erg snel. Van, wow, het komt er nu echt aan. Maar aan de andere kant was het ook echt zo van, weet je, ik ben er gewoon nu klaar voor. Ik heb er zo lang nu over nagedacht. En ik heb het ook zo lang al met jullie gedeeld. En als jullie echt al mijn transgender updates gaan kijken en al mijn video's gewoon van de afgelopen 2 jaar, zie je echt progress in mijn uiterlijk, in hoe ik mij comfortabel voel met wie ik ben en alles. En ik heb nu echt zoiets van, ik ben er klaar voor om de operatie te doen en om gewoon helemaal klaar te zijn. En ik vind het ook belangrijk om er klaar voor te zijn, want ik had de operatie 1,5 jaar geleden gedaan en al die wachtrijen waren heel snel gegaan en alles. Weet ik niet of ik er mentaal en alles 100% klaar voor was geweest. En ik heb nu zoiets, ik ben 21 geworden, ik heb 1,5 jaar een vriend, ik zit voor mezelf met YouTube en met mijn werk en alles op een hele positieve plek voor mezelf. En ik ben helemaal gelukkig en tevreden en ik heb nu zoiets van, ik ben er nu echt oprecht klaar voor om geopereerd te worden. En ja, ik vind dat dan belangrijk, weet je wel, ik heb heel veel gezeurd en heel veel geklaagd over dat het zo lang duurt en dat de wachtrij zo lang duurt en alles. Maar uiteindelijk, als je hier dan zit, na 2 jaar in het proces te zitten, dan heb je zoiets van, het is ook wel goed, weet je wel? Het is ook wel goed dat het zo lang duurt, want het geeft jezelf zoveel tijd en zoveel gewoon rust om erover na te denken en om jezelf te accepteren. En gewoon, zeg maar, ja, het klinkt heel raar, maar gewoon om het voor jezelf op een rijtje te krijgen. Want was ik bijvoorbeeld 1 jaar geleden of 2 jaar geleden geopereerd, of was ik aan de hormonen gegaan, had ik daar denk ik niet goed mee om kunnen gaan. Ook omdat ik A, voor mezelf niet op een goede plek zat, B, het allemaal op dat moment wou, omdat ik op dat moment dacht dat ik het nodig had. Maar dat was op dat moment niet zo, weet je wel. Het is, en ik hoop dat het ook een soort van inspiratie is voor jullie van, duurt het ietsje langer? Tuurlijk, oké, ik snap dat je lichaam staat niet stil en dingen groeien en alles, maar als je dan naar mij kijkt, bij mij, vind ik in ieder geval, bij mij is het ook gewoon goed gekomen, weet je wel. Dus het is, ik word er ook een beetje dat ik echt erover ga nadenken nu, maar het was goed. Het was goed dat ik zo lang heb moeten wachten en ik ben er nu klaar voor. Dus dat wil ik eventjes snel met jullie updaten. Er is heel veel naar een update gevraagd en ik heb er ook veel over nagedacht. En ik vind dat ik een update moet maken als ik vind dat ik iets heb up te daten aan jullie. En nu vond ik het tijd om dit een soort van met jullie te delen en om aan jullie te vertellen. En ik ben altijd heel erg open met jullie. En er komen altijd heel veel vragen vanuit jullie kant. En ik wil misschien binnenkort weer een transgender Q&A doen. Ik heb bijna 150.000 abonnees gehad. En bij elke 25.000 abonnees doe ik een Q&A. Dus misschien dat ik bij de 150.000 abonnees weer een transgender Q&A doen. En kijk eventjes naar mijn vorige transgender Q&A's. Kijk even naar vragen die al gesteld zijn. Ik wil echt namelijk mensen die echt met goede vragen zitten, wil ik graag hun vraag beantwoorden. Niet zo van, wanneer word je geopereerd? Of welke cupmaat heb je? Of weet je wel, ik heb al echt in al mijn transgender video's al heel veel verteld erover en zo. En ik wil eigenlijk gewoon echt mensen die echt vragen hebben waar ik nog niet echt over heb gesproken, wil ik graag beantwoorden. Dus
kijk eventjes naar al mijn video's, kijk eventjes naar wat ik allemaal al heb verteld, wat ik allemaal heb behandeld en alles. En dan denk ik dat ik bij de 150.000 abonnees een transgender Q&A weer ga doen. Ik ga het zo doen, laat onder deze video al jullie vragen achter voor de Q&A. En dan kies ik gewoon een aantal vragen hier uit de comments en die ga ik dan voor jullie beantwoorden. Ik denk dat dat makkelijker is dan Instagram of Snapchat, omdat een aantal van jullie dat gewoon niet hebben. En ik wil jullie allemaal de kans wil geven om een vraag te stellen. Dus stel hier beneden al jullie vragen die ik eventjes kan beantwoorden in de Q&A. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je de video leuk? Geef even een duimpje omhoog en abonneer je dus een vraag achter voor de 150.000 transgender Q&A. Ik vind het super leuk om al jullie leuke lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei!